afgelopen maanden gebruikt hebben om alle zaken die nog moesten, om het op te pakken. Ja, 5 maanden dicht, coronatijd, ook voor ons als club heel vervelend. Alle leden zitten thuis te wachten tot we weer open mogen. Maar we hebben wel de coronatijd kunnen gebruiken om een aantal zaken die er voor de komende jaren op de planning stonden, naar voren te halen en te clusteren. Dat betekent dat we de afgelopen maanden gebruikt hebben om alle zaken die er moesten, om het op te pakken. We zijn hier een week of 6, 7 geleden begonnen met de werkzaamheden hier. Met name de nooduitgang, die hebben wij verplaatst vanuit de korte zijde naar de lange zijde. Dit hebben we gedaan in verband dat we meer mensen in de zaal wilden hebben, want dat kon op de eerste instantie niet. Dus dat hebben we nu weer aangepast. Verder hebben we hier onze plafond helemaal vernieuwd. Eerst was er een open plafond, we hebben nu een dicht plafond wat geïsoleerd is met allemaal nieuwe LED-verlichting. Omdat de verlichting op dit moment niet meer te koop is, dus moesten we ook energiezuinigen gaan met ook zowel het plafond als de verlichting. En dat hebben we nou direct allemaal op aangepast. Verder hebben we ook de kleedlokalen onder handen genomen. We hebben hier een warmte-terugwindsysteem in laten bouwen, zodat we daar energiezuinig kunnen op zijn. Verder hebben we hier een anti-legionelle systeem automatisch laten lopen, zodat we daar geen onderhoud meer aan hebben. En verder hebben we hier ook alle leidingen opnieuw vernieuwd, zodat we hier weer de komende jaren weer helemaal voor elkaar zijn. Als je hier binnenkomt, gaat automatisch de LED-verlichting hier allemaal aan, in alle ruimtes. Ook hebben we hier een invalide toilet gemaakt, zodat we hier kunnen douchen en wasgelegenheid hebben daarvoor. Verder hebben we hier ook alles mooi keurig kunnen schilderen, zodat we de komende 20 jaar hier weer tegen kunnen. Wij gaan binnenkort, dat zal medio september zijn, gaan wij hier boven op het dak een dakbeveiliging maken. Zodat er, als er onderhoud moet gepleegd worden aan het dak, CQ aan onze zonnepanelen. Dan moet daarvoor het aangekettingd worden. Dat is tegenwoordig de beveiliging wat je moet hebben. En verder gaan wij hier een nieuwe fietsenstalling neerzetten. Die de oude gaat vervangen door een ruimere fietsenstalling. Dus die wordt een meter of 3, 4 ruimer gemaakt. We hebben subsidie kunnen aanvragen. We zijn zelf financieel gezond. En dat maakt dus dat we nu weer open kunnen en voor de komende jaren vooruit kunnen.